Timmermans flipt uit de pan tegen Faber en de rest van de PVV. Uitgeprocedeerde Afrikaanse asielzoekers worden binnenkort namelijk uitgezet naar Oeganda. En daar is Timmermans niet over te spreken. Timmermans heeft liever nog veel meer asielzoekers. Timmermans is namelijk voor diversity. Ook maakt hij Marjolein Faber en de rest van de PVV uit voor prutsers. En er wordt inderdaad wat geblunderd. Noem het slordigheid of beginnersfoutjes. Maar ik geloof nog steeds in de goede intentie van Faber om deze enorme asielcrisis op te lossen. En laten we eerlijk zijn, Timmermans zou helemaal niks oplossen. Als het aan hem ligt, gaan de boeren eruit en de asielzoekers erin in grote getalen. Ondertussen kan er geen huis bij worden gebouwd omdat hij vol gaat inzetten op klimaat- en stikstofbeleid. Ondertussen kan er geen huis bijgebouwd worden omdat hij vol in gaat zetten op klimaat- en stikstofbeleid. Hij kan roepen wat hij wil, maar Nederland met Timmermans als premier, dat zou het einde van Nederland betekenen. Wat denken jullie? Wat vinden jullie van Timmermans? Laat het me weten en like en deel deze video.